Jammer dat vissen niet kunnen praten, want dan hadden we aan deze karper genaamd Egbert kunnen vragen hoe hij zich voelt. Over het welzijn van het dier dat al jaren rondzwemt in de vijver bij de TU zijn serieuze twijfels. Nou, Egbert die zwemt hier al een tijdje rond volgens mij en die is nogal geliefd onder de mensen op de campus. Egbert zwemt alleen in een kale vijver vol met afval en ganzenpoep die daar tot voor kort werd ingespoten. Ik vind het eigenlijk best wel heel zielig. No. I've never seen it go underwater. It seems like it's always continuously floating at the surface. I'm worried about what's in the bottom of the water because of it being here for so long. They say the fish is alone. It's an animal that should be with other animals. What do you think about that? I don't think fish really have feelings. Ja, het is ook wel een beetje een gore vijver. Dus als er meer vissen in komen, vind ik dat misschien ook wel zielig voor de andere vissen. En dan te bedenken dat zijn onderkomen naast het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld staat. And I don't think it cares much. It's just a fish. De TU heeft de vis en het water laten testen en daaruit blijkt dat het dier waarschijnlijk wel gezond is. Maar de universiteit geeft ook toe dat zijn leefomstandigheden niet ideaal zijn en staat open voor verbetering. If they think it should go to a better ecosystem and people are mad about it, I'm not going to stop them. If they keep it, they should keep it. Mindful about the fish itself and the living conditions it's living in. Zo ziet het verblijf van gelukkige karpers eruit. Al meerdere partijen hebben zich gemeld om het dier te adopteren. Maar de TU is er nog niet uit wat er nou met Egbert moet gebeuren.